Tot voor kort was de Slimweg in Hoogkarspel een doodlopende polderweg, waar amper auto's kwamen. Maar sinds die is verbonden met de nieuwe Westfriesiaweg is dat veranderd. En de drukte is nog niet eens het grootste probleem. Het is vooral de hoge snelheid waarmee bestuurders over de Slimweg razen. Die weg die leent zich om heel hard te gaan rijden. Mijn vraag is ook aan iedereen, ik wil graag drempels hebben om de snelheid eruit te halen. Maar ja, er zijn zoveel mensen die haast hebben. Het lijkt wel of half Nederland 10 minuten te laat van huis gaat. Die indruk krijg ik steeds hier. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de beheerder van de weg, gaat onderzoek doen om te kijken of maatregelen noodzakelijk zijn. Ook hebben de bewoners de politie ingeschakeld om de maximumsnelheid van 60 km per uur te handhaven. Maar dat zou volgens de wijkagent niet mogelijk zijn. Hier mogen ze dus niet flitsen. Ze mogen geen laser neerzetten op een polderweg. Waarom is mij onduidelijk. Ze kunnen dus alleen handhaven. Als ze achter iemand rijden die echt te hard rijdt, dan kunnen ze hem aanhouden. Maar gewoon kunnen ze voor ons niks doen. Maar zo'n flitser die zou eigenlijk een jaarsalaris op kunnen leveren, denk ik zomaar. Ja, binnen een week schat ik. Een woordvoerder van de politie laat weten nog uit te zoeken hoe het precies zit. In de tussentijd is het voor de omwonenden te hopen dat hun bord wat indruk maakt.